Coronamelder, de app waarmee je kunt voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Hoe werkt het? Na het downloaden begint de app met het uitwisselen van codes. Coronamelder maakt voor elke telefoon codes aan. De code is willekeurig en verandert een paar keer per uur. Als je dicht in de buurt bent van iemand die ook coronamelder heeft, dan wisselen jullie telefoons codes uit via Bluetooth. Zo verzamelt Coronamelder codes in de app. Codes ouder dan 14 dagen worden automatisch gewist. Coronamelder heeft zo een lijst met willekeurige codes die de afgelopen 2 weken dicht bij jou in de buurt zijn geweest. Maar wanneer en hoe krijg je dan een melding? Stel, een week na je uitje blijkt een andere bezoeker, laten we hem Max noemen, corona te hebben. Samen met de GGD kan Max zijn besmetting melden in de app. Hier staat een speciale GGD-sleutel klaar. Max geeft deze sleutel door aan de GGD-medewerker. De GGD-medewerker voert de sleutel in. Nu kan Max met 1 druk op de knop zijn lijst met codes activeren. De appgebruikers, waarvan hun app 1 van deze codes heeft opgeslagen, en die langer dan 15 minuten dicht bij Max in de buurt zijn geweest, krijgen daarna een melding. Jij dus ook. Je krijgt dus geen melding als je bijvoorbeeld snel langs iemand bent gefietst. Wel als je lang bij elkaar in de buurt bent geweest. Wat staat er in een melding en wat moet je dan doen? In de melding staat op welke dag je in de buurt was van iemand die corona blijkt te hebben. Er staat niet wie of waar dat was. Als je een melding krijgt, is er een kans dat je ook bent besmet met corona. In de app lees je wat je kunt doen en of je je moet laten testen. Zo worden nieuwe besmettingen sneller ontdekt en voorkom je dat het virus zich verder verspreidt. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer weten? Kijk op coronamelder.nl.